Een heel goede avond. Duizenden mensen tegen racisme in Brussel, Antwerpen en andere steden. Maar was het een stap vooruit of achteruit? We praten erover met Siam El Kawakibi, die in Antwerpen deelnam. 10 treinritten, btw-verlaging, consumptiecheck, het regende cadeau zaterdag na de superkern. Professor Karl de Vos vroeg of er wat ernstiger bestuurd kan worden. En Louis van Dievel schreef een nieuw boek met als titel De dokter is uw kameraad niet. En dat boek, die dokter in kwestie, is Jan van Duppen, ja. Gewezen lid van de Partij van de Arbeid en van SPA. Dat is wel uw kameraad, Jan van Duppen. Ja, 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 dat is mijn kameraad. Ja, ja. We kennen elkaar al lang. Ja? We kennen elkaar al heel lang, van in 1980, denk ik, van Bij de Morgen. En we zijn altijd bevriend gebleven, ook na dit boek zelfs. Ja. Ah ja, ook na dit boek is hij nog altijd uw kameraad. Okay. Ja. Straks meer over het boek. Iedereen welkom, hier aan tafel en ook u thuis bij de afspraak. U hebt de beelden ongetwijfeld gezien in het journaal. 10.000 mensen kwamen gisteren samen op het Poelaertplein in Brussel om hun steun te betuigen aan de protestbeweging in de Verenigde Staten en om aandacht te vragen voor racisme in onze samenleving. In Antwerpen waren ze met 1200 en in Gent met zo'n 750. Ja, Siam El Kawakibi, Vlaams parlementslid voor Open VLD. U was in Antwerpen. Ja, hoe was het? Gaan kijken. Ik ben inderdaad gaan kijken. Deelnemen? Ik ben in eerste instantie gaan kijken. Uiteraard sta je daar, want het pakt u. Allee, ik ben zelf zeer geprivilegeerd vandaag. Maar uiteraard ken ik alles van gesloten deuren en ontzegde kansen. En daar zijn om die pijn te begrijpen en te voelen waarom mensen in tijden van corona uiteindelijk... Uiteraard, in Antwerpen werd het gedoogd. Dat is heel belangrijk om te weten. En ik denk dat dat een belangrijke toenadering was ook vanuit de politie om dat te doen. Want je kan die protesten die wereldwijd zijn, je kon die niet tegenhouden. En de vraag die ik mij stelde, en die vele politici zich best zouden kunnen stellen, naast het veroordelen van mensen die naar een protest gaan, is ook waarom? Wat is de essentie hier van het debat? Mm-hmm. Wat is de essentie, wat is de pijn dat die mensen voelen dat ze na 3 maanden lockdown zelf ook allemaal aan het afzien, thuisblijven, ook mensen die ziek zijn, toch mensen al die verloren regels, zijn en toch op straat komen wereldwijd. Waarom zou je dat doen? En ik denk dat het belangrijk is. En dat mis ik. Hebt u zelf getwijfeld om deel te nemen? Want ja, ik heb getwijfeld. Ja, ik heb vooral getwijfeld omdat voor mij... Het moment dat het in Antwerpen was, natuurlijk, was het heel duidelijk niet... was het verboden. Hè? Dus, ik denk dat het ook een recht is van burgemeesters om het ministerieel besluit niet te overrollen. Maar het moment dat de politie dan ook zondagochtend... wisten we dan het wordt gedoogd, wist ik dat er mensen gingen gaan. En ook heel veel jonge mensen. Mm-hmm. Jongeren. En u weet hoe hard ik in zit met jongeren. En daar gaat mijn werk ook over. En dan vind ik het net wel belangrijk om niet alleen in het parlement, in de bubbel, onrecht te gaan aanklagen, maar ook de mensen waar het over gaat, te gaan horen, zien en voelen. En als politieker moet je daar niet onstage staan, moet je daar vooral incognito zijn. Ja. Want men zegt eigenlijk ook tegen mij, jij faalt. Jij, uit de politiek, met uw privileges, jij faalt. Dus confronterend is het ook. Daar wil ik straks nog op doorgaan. Maar uw voorzitter zei zelf, het motief is nobel, maar de uitvoering is waanzinnig. Mm. Ik denk dat het heel belangrijk is om racisme niet alleen als een motief te gaan zien. Ik denk dat dit gaat over een pijn. Hetgeen dat er in Amerika gebeurt, die pijn die komt hier hard binnen. En onbegrip voor dit protest is op zich al een voorrecht. Dat is op zich al een voorrecht. Het is makkelijk oordelen wanneer je zelf niet op straat moet komen. Het is makkelijk om je smartphone samen met je ongemak uit te zetten. En daarmee, ik begrijp voor alle duidelijkheid de reactie van onze politici en onze leiders. Je hebt gezien, er zijn heel veel negatieve reacties. Wat ik mis in die reacties is de NN. Je kan enerzijds veroordelen of zeggen, kijk, dit is onbegrijpelijk. Zeker rond mensen met corona-angst. Zeker als je kan weten van, oké, nu eerlijk gezegd, het was een staatsbetoging in Antwerpen, voor alle duidelijkheid. En ik heb, denk ik, in de Carrefour en in de Meir al veel meer mensen dichter bij mij en tegen mij gehad dan op deze betoging. In Antwerpen was het plaats, maar in Brussel duidelijk ja, niet. Ja, inderdaad, het was ook geen staatsbetoging. Maar in elk geval, dat wil ik er wel nog even bij gezegd hebben, is dat het ik heb gemist is... We hebben jullie gehoord, we hebben jullie gezien, we hebben jullie begrepen en we gaan ermee aan de slag. En geen van onze politieke leiders doet dat. En dat is iets wat ik als vrouw, bicultureel, met migratieroute, vandaag geprivilegeerd. Ja. Dankzij mensen die voor mij hebben gestreden. Dat is voor mij ondenkbaar dat je dat in deze tijd doet, wanneer er wereldwijd protesten komen. En ik denk juist dat het belangrijk is dat je acuut en dringend
een duidelijk signaal geeft. Wij hebben jullie gehoord. Wij gaan hier nu 20 jaar pas na het ondertekenen in Durban van het verdrag, ja, om iets te doen aan een antiracismeplan, 20 jaar later pas, maar we gaan ermee aan de slag. Professor De Vos, u zei wel, dit is nadelig, zowel voor de strijd tegen corona als voor de strijd tegen racisme. Ja, net omdat die politici nu inderdaad niet zeggen, we hebben nu gehoord, hè, we gaan er iets aan doen, maar het vooral over het overtreden van de coronaregels gaat. Dat had je gisteravond ook al kunnen voorspellen, zelfs zonder die zonderlingen of die kleine minderheid die dan uiteindelijk geweld pleegt. Omdat natuurlijk ook politici zelf, hè, u was er één van, de coronaregels manifest overtreden. En je kan zeggen, het was voor een goede zaak. En het is ongetwijfeld voor een goede zaak. Maar de geloofwaardigheid van politiek die aan heel veel mensen allerlei regels oplegt waaraan ze zich moeten houden, die krijgt natuurlijk een knauw als die politici zelf die regels doorbreken en zeggen, we doen dat omwille van een goede zaak. En die is zeer nobel en eerbaar. Maar dat wordt heel lastig om dan nog vanuit dat politieke niveau aan vele andere mensen die zeggen, maar voor mij, ik heb een andere nobele zaak. Ik zou graag, er is een vriend van mij ziek en ik zou graag een grote bar barbecue voor hem organiseren met 200 mensen uit solidariteit, hem een hart onder de riem steken. Ik weet het. Je kan het absoluut niet. Ja, racisme, maar dat institutioneel is, dat mensen uitsluit. Je kan die pijn. Het feit dat we het niet begrijpen, dat is de reden. Pas op, hè, een volksvertegenwoordiger. Ik vind net dat wij daar wel moeten zijn. Waarom? Om het te begrijpen. Om het te voelen. Als uw ordendienst en uw veiligheidsdiensten daar staan, ik heb absoluut geknikt naar de politie. Het feit dat ze het gedogen voor hen is helemaal niet makkelijk, want ze hebben het hier over politiegeweld. Dat die daar moeten staan. We hebben beelden vanuit Amerika waar politie gaat knielen samen met de betogers. Ik denk dat het een toenadering is. En voor alle duidelijkheid, ik begrijp al die mensen die dit niet begrijpen. Dat wil ik ook wel even gezegd hebben. Het is niet omdat men bedenkingen heeft bij de methode die gebruikt is op die betoging, dat wij daarom niet begrijpen wat het probleem is. Hè. Dus ik wil ook wel duidelijk stellen, het is niet omdat je daar een kritische analyse over maakt, dat je in de hoek geduwd moet worden van de mensen die het niet begrijpen. En het is voor u, het is voor u dat ene... Het is voor u dat ene... U zegt dat... en ik geloof je oprecht, hè, dat is voor mij van ongelooflijk groot belang. Maar er zullen mensen zijn die andere dingen van even groot belang vinden, waarvan u zegt, dat is voor mij niet vergelijkbaar, maar voor hen dan weer wel. En dat is net mijn punt, dat door de manifestaties gisteren in die bestrijding van corona, er een hele lastige zwarte dag was, die trouwens ook door virologen en andere experts heel betreurd wordt. Hè. Vaak zijn dat wellicht ook mensen die om 8 uur hebben geapplaudisseerd voor mensen uit de zorgsector, waarvan ik er ook veel heb gehoord, die zeggen, dit is niet wat wij hadden moeten krijgen. Ja, Louis? Maar het is toch heel makkelijk de coronacrisis gebruiken als alibi om niets te moeten doen, want daar komt het uiteindelijk op neer, hè? Het is wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. En nu was dat de corona. Hoe mensenlief, je overtreedt alle regels en morgen is er weer een nieuwe epidemie. Ondertussen doe je wel niets aan het probleem. Er is inderdaad, zoals mevrouw zegt, er is geen enkel antwoord gekomen. Hè? Maar dat is heel interessant. En omdat wat ik daarnet zei, ik denk dat voor een stuk het uitblijven van het inhoudelijke antwoord mee verklaard wordt door het feit dat men zoveel aanstoot kan nemen aan de vorm. Absoluut. Was die op een alternatieve manier georganiseerd die niet zo manifest in overtreding was met coronabeleid, dan had je dat debat over de methode niet. En dan ging het alleen maar over de inhoud. En daar heeft u gelijk in, dat antwoord is er niet gekomen. En daar liggen voldoende beleidsinstrumenten op tafel, onder andere de praktijktesten, waarvan je nu voelt dat dat ik inderdaad naartoe. Dus het is moment om het te doen, maar het debat is gisteren afgeleid. Jammer. Maar je kon dat voorspellen. Zo werkt het nu eenmaal. Is het debat afgeleid naar de vorm? Door inderdaad te veel mensen in Brussel vooral en door de rellen en de plunderingen. Dat is de eigen ruiten inslaan. Hè? Absoluut. En vaak nog, als je dingen kapot maakt van je eigen wijk, je hebt er zelf, het is niet vast voor jezelf. Het is echt ongelooflijk. Maar inderdaad, de grond van de zaak. U hebt vorige week in het Vlaams parlement het structurele racisme in de samenleving aangeklaagd. De minister Bart Somers, uw partijgenoot, reageerde toen als volgt. Woorden maken een verschil. Maar naast woorden is er nood aan actie. En ook al bestaat er geen wondermiddel, geen silver bullet. Voor het eerst wordt er gewerkt aan een interfederaal actieplan voor racismebestrijding. Ons land had dit van Europa en op basis van haar eigen engagementen al heel lang, al vele jaren, moeten hebben. Collega's Demir, Beke, Dalle en ikzelf maken deel uit van de interministeriële conferentie die daar nu eindelijk werk van maakt en dat opvolgt. Op Vlaams niveau werken we samen aan een horizontaal gelijke kansenplan. Dat is mijn verantwoordelijkheid. De Vlaamse regering heeft de doelstellingen ervan al goedgekeurd. Elke minister is op zijn terrein concrete acties aan het opstellen. En voor het zomerreces hoop ik dat we dit in de regering kunnen goedkeuren.
Ja, een federaal plan dat al 20 jaar beloofd is, een Vlaams gelijke kansenplan, gelooft u echt dat die een verschil kan maken? Dat zijn weer woorden. Ik heb nadien ook gereageerd, we hebben data nodig. Ja. En ik was wel blij natuurlijk met te horen dat er eindelijk een interfederaal actieplan kwam, want voor ik mijn vraag stelde, wist ik dat nog niet. Er was een antwoord dat binnenkwam dat ik dacht van, de roep van velen is eindelijk gehoord. Het is wel belangrijk dat het interfederaal actieplan serieus wordt genomen, dat er ook echt wel zaken in staan die gevraagd worden. 50 het wordt Liedeveld. Al 20 jaar beloofd. Hè, ja, maar nu heeft men het plan. Ook echt in plenaire ja. voor het eerst bevestigd en ik denk dat het een belangrijke stap vooruit is. En het is vooral belangrijk de dingen die erin zullen staan. En wat zijn de eerste daden die u graag zou zien? Er zijn er verschillen. In eerste instantie, laat ons eventjes nog eens duidelijk zeggen. Het gaat hier over Black Lives Matter. En ik vind het ook wel belangrijk om het daar eerst over te hebben. Namelijk de vraag naar het decoloniseren van de context van de publieke ruimte. Ik vind dat heel belangrijk. De dat we daar absoluut werk van maken. Symbolen uit het koloniaal verleden. Door ze te verwijderen ga je de dingen niet recht trekken. Maar het is tenminste een erkenning in de pijn die mensen voelen. En of je dan nu alles moet weghalen. Of je bepaalde zaken moet laten staan. Naar een museum moet verschuiven. Dat is dan hetgeen dat er moet over besproken worden. En er zijn genoeg experten die dat doen. Daarnaast, het allerbelangrijkste lijkt mij ook... Ja, herinneringseducatie. Je kan het verleden ook niet wegwissen. Mm-hmm. Je moet daar in de eindtermen opnemen dat het ook op school eigenlijk ook wordt onderwezen, dat we dat vastpakken. Daarnaast natuurlijk de gevolgen van institutionele uitsluiting, racisme en discriminatie. Dat maakt dat je vandaag inderdaad, dat zie je ook uit onderzoek, minder kans hebt op een job, op die arbeidsmarkt, de huurmarkt, dat je uitgesloten wordt, dat je zelfs een discotheek nog altijd niet binnen mag. En welke oplossingen ziet u daar? Voor mij zijn er verschillende oplossingen. Ik ga beginnen bij die praktijktesten. Ik heb ondertussen ook zowel De Croo als Lachaert horen zeggen, ja, het wordt misschien tijd dat we daar toch werk van maken. Dat is iets waar ik al langer... Het is het laatste instrument dat... Ik ga gewoon herhalen wat ik in de plenaire heb gezet. Vandaag is het echt wel tijd om praktijktesten toe te laten. Het is momenteel al in 9 steden. Hè. Antwerpen doet het, Mechelen doet het. We kunnen dat echt wel na monitoring ook echt wel doortrekken. Het kan niet zijn dat uw afkomst of uw huiskleur bepaalt welke job dat je krijgt. Of dat je al dan niet een woning krijgt. Dat zijn grondrechten die moet je krijgen. Dus dat moet een nieuw regeerakkoord. Praktijktesten zijn belangrijk, net zoals inclusieve neutraliteit belangrijker is dan exclusieve neutraliteit. Voor mij ook een heel belangrijke. Maar nog belangrijker uiteraard is ook op instituten werken. Zorgen dat instanties zelf niet uitsluiten. Zorgen dat je etnische profilering tegengaat. Zorgen ook dat je het erkent dat er momenteel een wantrouwen is tussen zowel burgers in bepaalde wijken als politie. Mm-hmm. Die beiden hebben elkaar nodig om vooruit te geraken. We moeten daar werk van maken. Dat betekent ook investeren. Investeren ook in wijken. Maar het allerbelangrijkste altijd is uiteraard onderwijs. De sociale kansenmachine hapert vandaag. Ik ben een product van die sociale mobiliteit. En ik ben daar ook heel bewust van, maar ik ben die politiek ook ingestapt om die structurele ongelijkheid ook wel aan te gaan. En dus die kloof op basis van afkomst en achtergrond, daar moeten we echt wel nu gaan kijken. Maar de problemen zijn al langer bekend, hè? Waarom gaat het zo traag hier? Omdat er onvoldoende druk is. Die is nu groot en je voelt nu toch dat er wat beweegt tussen politieke partijen die vroeger zich hebben verzet tegen onvoldoende dat soort druk? Hoe komt dat? Ja, omdat natuurlijk... Het is een heel lastig debat. Hè. Structurele discriminatie, structureel racisme, hoe begin je eraan? Praktijktesten. Men heeft bijvoorbeeld lang gevonden dat een soort politiestaatachtige ingreep mm-hmm. was. Hè. Die burgers zou uitlokken tot fout gedrag. En dat heeft heel veel tijd nodig gehad. Is trouwens nog bezig om dat aan te pakken. Wat je ook nodig hebt, is een permanente opbouw van cijfers die duidelijk aantonen dat er structurele discriminatie registratie, is. Op de arbeidsmarkt, op de huurmarkt, in het uitgaansleven. Ik bedoel, ondertussen kan je dit niet meer als een feit ontkennen. Ik bedoel, het is er gewoon. En je weet ook dat daar een grote sociale, maar ook een grote economische kost aan hangt. En die bewustwording, dat duurt een tijd. Maar ik hoor ook wel nuanceverschillen in bijvoorbeeld de coalitiepartners in de Vlaamse regering. Dat is evident. Dat is logisch. Voor N-VA is het een kwestie van de kansen zijn er, je moet ze grijpen. Mm-hmm. Voor u hoor ik de nadruk op dat structureel racisme aanpakken. Ja, die schakering zal je in elke coalitie hebben. Hè. Dat is onvermijdelijk. Maar ik denk dat nu, zeker ook met die federale regeringsvorming, het moment gekomen is om er iets aan te doen. Ik volg de wedstrijd ook al enkele decennia. Hoe vaak hebben we dit debat al niet gehad? Ik bedoel, er staan bibliotheken vol met boeken over discriminatie, racisme, allerlei plannen die hier, allemaal mensen die hier aan het werk, al, noem het maar op, hebben het allemaal gehad. Wat je nodig hebt, is eigenlijk, het hoeven er geen 100 te zijn, als je 10 goede gerichte maatregelen kunt organiseren, dan zet je een flinke stap vooruit. En je gelooft erin dat het nu zal gebeuren?
kijk, als ik niet zelf deel ben van de oplossing, ben ik deel van het probleem. En ook selectieve verontwaardiging, nogmaals. Je mag niet selectief doof, blind of stil zijn. Het is nu het moment om het echt wel aan te pakken. Jullie hebben het instrument. De minister, de vice-minister-president, hij is bevoegd. Dus, ja, dus Open VLD zit rechtstreeks aan de knoppen als het nu niet gebeurt. Zeker en vast, Bart Somers, sorry, als het nu niet gebeurt in de regering Jan Bon, dan, dan ja. Het is het moment om het aan te pakken op alle mogelijke vlakken. En gewoon, ja, het is ook simpel, het is ook niet selectief. Die Vlaamse regering is intussen ook al een jaar bezig. Hè? Ja, en een bijzonder jaar, moet ik wel zeggen. De eerste is zo mijn eerste jaar en dan meteen coronacrisis. Ik moet zeggen dat er heel veel op stilstaat, want er liggen resoluties klaar ook rond seksisme en racisme van voor corona. Die liggen daar. Uh-huh. Die komen hopelijk woensdag ook in de plenaire. Maar voor mij is het allerbelangrijkste ook wel dat we ervoor zorgen dat mensen die nu ook naar de extreme gaan en die ook echt wel, waar er ook echt wel een ranzigheid op sociale media is, elke dag opnieuw van seksisme, racisme, dat we die mensen natuurlijk ook terug krijgen meer naar het centrum. Ik bedoel daarmee, er is geen keuze. Mm-hmm. Het is niet grijs. Dit is zwart-wit. Mm-hmm. Je moet een kant kiezen. Het is ofwel woorden, ofwel daden, ofwel ranzigheid, ofwel fatsoen, ofwel selectieve verontwaardiging, ofwel consequente verontwaardiging, ofwel die haat, ofwel die lieve. Als we daar geen kant in kiezen, geraken wij niet vooruit. En ook de mensen aan de extreme moeten dat begrijpen. Ik krijg heel veel elke dag berichten. Ik reageer tegenwoordig heel zacht, met liefde. Waarom? Omdat ik mij niet kan inbeelden welke frustratie dat ze hebben dankzij de propagandamachine die er is. Maar wat ik wel voor kies, is om telkens verontwaardigd te zijn over wie het ook gaat. Of dat het nu over vrouwen gaat, holibi, trans, een non-binaire persoon, of dat het nu over moslims of joden gaat, over mensen op de vlucht. We moeten altijd verontwaardigd zijn als er onrecht en uitsluiting en vooral als het structureel is, moeten we altijd verontwaardigd zijn en aan ons om dat om te zetten in daden, zoals u zegt. Maar u hebt het onderzoek gezien, de stemming van de Universiteit van Antwerpen. 40% kiespotentieel voor Vlaams Belang. Dus dat is een stuk het antwoord op uw vraag waarom het zo lang duurt. Omdat er natuurlijk ook een grote groep is in de samenleving die dat niet wil, dat niet soort wil van maatregelen. Maar je voelt nu wel bij een aantal partijen, de linkse partijen waren er altijd al meer voor, maar nu ook in het centrum, bij Open VLD en bij CD&V, voel je toch bij enkelingen de wil om dat nu door te voeren. Dus als het moment er ooit is, dan is het nu. En ik vrees als je dat nu laat voorbijgaan, en nu is het niet morgen overmorgen, dan is het weer verdwenen. Hè. Dan richten ze binnen 3 jaar een nieuw instituut op, het 135ste, dat weer heel wat studiewerk zal verrichten tot dezelfde conclusies komen. Ja, dat doen wij graag. Als er een probleem is, dan maken we een stuurgroep of een commissie rond. Bestuderen we dat, maken we actieplan, voeren we vervolgens nooit uit en de volgende regering begint opnieuw. Ja, en zo gaat het niet vooruit. Iets anders. De adviezen van de geest zijn openbaar gemaakt vandaag. Ik weet niet of u al de tijd gehad hebt om ze te kijken. Ik heb even gepiept in wat de kranten ervan gemaakt hebben. Ja. Wat mij opviel was, we zijn niet voorbereid op een tweede golf. Ja. En dat is zorgwekkend. Dat is extreem zorgwekkend. Je zou kunnen zeggen, de eerste anti-corona-maatregelen die waren zeer brut, hè. Lockdown en alles dicht. En dat was omdat we dat niet kenden, dat probleem. We wisten ook niet wat we precies moesten doen. We zijn nu vele maanden verder. Ik ken nog altijd de details van het virus niet, maar we weten toch al een flink stuk beter dan enkele maanden geleden wat te doen en wat niet te doen. En wat blijkt? Ja, dat de zeer cruciale onderdelen daarvan, namelijk testen en tracen en beschermingsmateriaal, ja, dat dat nog altijd niet in orde is. Dus als er straks, wat zij met grote waarschijnlijkheid voorspellen, een tweede golf komt, zal men blijkbaar niet anders kunnen dan teruggrijpen naar die brute, maar ook zeer dure en ook onmenselijke maatregelen die men genomen heeft. Ik vind dat bijzonder zorgwekkend. Ja, goed overleefd in je kop? Ja, goed overleefd. Voor schrijvers verandert er weinig, hè? Verandert weinig. Wij zitten toch maar in ons kamertje. Maar, maar ik heb mij heel streng aan de voorwaarden, aan de condities gehouden. Maar dat was de enige manier. Ja. Nu, terug naar zaterdag, toen het cadeautjes regende aan het Egmondpaleis na de superkern. Voor de horeca is beslist dat dus vanaf maandag er een verlaging komt voor de BTW voor de horeca van 21% naar 6%. Om de sector nog meer te ondersteunen, kunnen werkgevers hun werknemers ook een horecacheck van €300 geven. Werkgevers kunnen in het kader van een sociaal akkoord dat ze maken, naast bijvoorbeeld maaltijdchecks, ecochecks, ook nu een horecacheck, maar misschien wel wat ruimere vrije tijdcheck kunnen geven aan hun medewerkers, zodat ze die ook kunnen besteden in de sectoren die zwaar getroffen zijn. Daarnaast wordt de regeling van tijdelijke werkloosheid verlengd, komen er lastenverlagingen voor wie wordt aangeworven en komen er ook extra middelen voor wie het moeilijk heeft. En iedereen krijgt binnenkort een kaart voor 10 gratis ritten met de trein. Ja, Karel de Vos, u schreef op Twitter, kan er niet wat ernstiger bestuurd worden? Wat bedoelde u?
Het was een beetje een zitting van de kolderbrigade op die, op die superkern. Ja, ik denk dat ze toen met de beste bedoelingen steunmaatregelen, maar als je erover nadenkt, dan is dat toch vreselijk. Om te beginnen, die btw-verlaging naar 6%. Men houdt van experten, zeker als het over corona gaat, maar men luistert niet naar experten als het over sociaal-economisch beleid gaat. Bijna elke expert zegt, domme maatregelen niet doen. Mm-hmm. Dan krijg je die 300 euro-check, waarvan de werkgever nu zegt... Ja, voor de horeca of vrije tijd. Ja, maar werkgevers zeggen, maar gasten, 300 euro, kunnen wij dat niet. Werkgevers moeten die geven. Ja. Ja, werkgevers moeten die geven, ja, maar dat kunnen wij niet. Dan heb je die saga met die treintickets. Een gratis treinrit, iets voor jou? Ja, uiteraard, maar ik rij al nog gratis met de trein, want ik ben nog journalist. Ja, er zullen wel mensen blij zijn met 10 gratis treinen. Ja, absoluut. Ik denk, maar dat is een beetje het pijnlijk aan heel die reeks maatregelen, dat ze niet fijn genoeg afgestemd zijn. Hè. Ik bedoel, dat men had chirurgisch moeten ingrijpen. Men heeft in het sociaal-economisch beleid doet men een beetje zoals in het coronabeleid. Men maakt grote mastodonten van maatregelen. Mm-hmm. Men gooit die in de samenleving in de hoop dat er ergens iets blijft hangen. En dat blijven hangen, dat gevoel van we moeten de mensen de indruk geven dat we iets voor hen doen, is ook belangrijk, want er was een partijvoorzitter... was met hem in gesprek, zei, ja, die btw-verlaging, dat weten jullie toch ook, dat heeft geen zin. Ja, dat weten we wel, maar ja, je weet, we moeten op zo'n momenten moeten we iets doen voor de mensen. Mensen verdienen een beloning. Ja, en dat zal misschien geen tewerkstelling opleveren en dat zal misschien geen extra consumptie opleveren, maar het is een blijk aan de horeca dat we hen steunen. Ja. Effectief is het niet. Het kost natuurlijk wat geld. Nog even de mensen blij maken voor we ze pijn gaan doen. Ja, want de gouverneur van de Nationale Bank, die, meneer Wunsch, die een paar weken geleden zei, vergeet alles wat ik ooit heb gezegd over de begroting, draait zijn kar en zegt nu, het moet over de begroting gaan en er hoeft zelfs geen relanceplan te komen, dat heeft geen enkele zin. En hij wijst erop dat onze begroting ontspoort naar 10%, dat is ontzaglijk veel. En hij zegt, de komende jaren moeten we dat terugbrengen naar 3%, dus we gaan echt zeer zwaar moeten besparen. Hij maakt zich nu grote zorgen over de begroting, terwijl hij nog maar een paar maanden geleden het signaal gaf van kijk niet naar de begroting, laat het geld maar rollen, nu is het in de omgekeerde zin. Dus het is ook moeilijk voor onze politici om goed te doen, want dat zijn heel moeilijke, verwarrende tijden. Dus wat je ook doet, er is altijd wel ergens iets wat niet goed draait. Maar van die superkern, daar zitten 10 partijen aan tafel. Ja. Daar kan je geen relanceplan van verwachten. Nee. En blijkbaar is ook het palet van steunmaatregelen. Van iedereen moest zijn eigen ding krijgen om daarna mee uit te pakken. En dan blijkt dat idee van die treinpas van de Groenen kwam. Die hadden dat nogthans al een tijd geleden op tafel gelegd. Maar binnen die superkern heeft niemand er ooit aan gedacht om even met de NMBS te bellen. Met de vraag van, zien jullie dat eigenlijk wel zitten? Dus dat bewijst dat ook voor het beleid rond steunmaatregelen, voor het volmachtenbeleid, die superkern totaal niet werkt. Dus, laat staan voor het ernstigere werk van de relance van de economie, waar je hervormingen van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld moet investeren in wetenschappelijk onderzoek, in infrastructuur. Dat zijn grote projecten. Als je die moet met die ploeg, die ideologisch zo extreem divers is, dat ze zelfs een soort van kolenbrigade wordt op het moment dat je met steunmaatregelen moet werken, dat loopt voor geen meter uiteraard. Ja. Wat voor mij ontbreekt is een groot plan eigenlijk voor wat gaan we nu doen als de coronacrisis voorbij is en hoe gaan we dan eruit komen? Zo'n soort, iedereen heeft het al gezegd, een new deal. Hè? Mm-hmm. Maar daarvan zegt men dus, dat kan je met deze 10 partijen nooit vinden. Ja, en maar niet eindeloos wachten. Dan heb je regering voor nodig, waarvan we vandaag toch een historische dag beleven. Ja, inderdaad, want Paul Magnet heeft gezegd, Vivaldi is dood. Ja, de PS-voorzitter, de man die de eerste stap moet zetten op het spelbord. Hij is de voorzitter van de grootste partij. In tegenstelling tot de grootste Vlaamse partij heeft Magnet mogelijkheden. N-VA heeft die niet. En nu heeft hij gezegd van kijk, Vivaldi is dood. Het Vivaldi zal de regering... is misschien nog eens zeggen liberale, socialisten, groene en de christendemocraten. Ja. Ja, dat wisten we eigenlijk al langer. Eigenlijk al vele weken weten we dat al. Omdat MR niet met de groene wil. Eigenlijk Open VLD ook niet. En eigenlijk CD&V ook niet. Maar dat zeggen ze de laatste tijd niet zo graag. En dus er is eigenlijk gewoon geen optie. Dus dat wil zeggen,
PS en N-VA, maar dat is ook een probleem, want de PS zegt, ja, de N-VA zal toch het programma van de PS moeten respecteren. Uw partij Open VLD moet eruit. Want als dat en MR en CD&V en Open VLD is, dan is dat veel te rechts en dat willen we niet. Want ja, hij wil eigenlijk Vivaldi, hè. Magnet wil eigenlijk met de Groenen besturen. Dus als het moet met N-VA, dan moet dat zo weinig mogelijk rechts zijn. En dus moet de Open VLD eruit. Want de nieuwe voorzitter van Open VLD, Egbert Lagaard, ja, die verkoopt zijn huid te duur. Hij is net verkozen met een stevig donkerblauw profiel. Dus je kan niet meteen grote toegevingen doen aan socialistische partijen. En dus het is niet omdat Magnet nu zegt het wordt een regering met de PS, dat het daarom lukt. Zeker niet als je ziet wat binnen het ABVV gebeurt. Dus, ja, inderdaad. De voorzitter van ABVV is aan de deur gezet omdat hij... Boucher ontmoet heeft. Omdat hij een interview heeft gehad met een voorzitter van een democratische partij, de Franstalige Liberalen. En hij had in dat interview gesproken over een nieuw deal. Hè. Dat moet ervan komen. En dat vinden een aantal centrales binnen het ABVV, FCTB vooral, not done. Wat voorspelt dat? Weinig goeds. Nu, het voordeel is, dat geeft aan dat het ABVV, zeker het FCTB, dus de Franstalige Socialistische Vakbond, geïnfiltreerd mag je niet zeggen, dat klinkt zo verdacht, maar dat het PTB, Partij van de Arbeid, daar heel sterk staat. En dus die zijn erin geslaagd om een voorzitter van het ABVV omver te duwen, omdat hij een gesprek had met de MR-voorzitter. Binnen de socialistische familiepartijen bedoel ik dan, zeker bij de SPA, maar ook bij de PS, beseffen steeds meer mensen dat je eigenlijk geen regering kan maken, dus blijkbaar ook niet met MR, laat staan met N-VA, waar die FCTB tevreden mee zal zijn. Er is een knoop tussen PS en N-VA, maar er is ook een knoop tussen PS en MR, hè? Ja, er liggen ontzettend veel knopen. Er is een probleem tussen PS en MR. Boucher Magnet, dat werkt niet. Magnet is kwaad op Boucher dat hij de Groenen heeft uitgeduwd. Dus zegt Magnet nu, ja, maar dan moet Open VLD ervan af. Maar dan is Boucher kwaad, want hij wil de Vlaamse liberalen mee. Want anders verzwakken de liberalen. Er ligt zeker aan de Franstalige kant, want allee, dat valt toch op. In Vlaanderen zijn de relaties tussen de voorzitters en de partijen eigenlijk vrij goed. Je merkt wel dat... Beter dan in Wello. Ja, veel beter. Dat verschillende partijen liever niet met de Groenen besturen, dat merk je wel. Maar eigenlijk is de relatie tussen de voorzitter van de Vlaamse partijen, die is eigenlijk in vergelijking met wat er in Franstalig België gebeurt, ongelooflijk veel beter. Mevrouw Welkawakibi, wie kan u het nog aanzien? Het maakt u triest. En ik kan triest, me inbeelden boos, dat het depressief. Emotioneel. Omdat gewoon de geloofwaardigheid van de politiek zit al historisch laag. En dit maakt het niet beter op. Als je dan ook nog eens van peiling tot peiling werkt en uitspraken maakt, ja, raak je niet vooruit. En dat is toch wel wat er al sinds het Marrakesh-pact gebeurt. Beseffen politici dat niet? Ik denk wel dat ze het beseffen, want ze zien ook wat er aan het gebeuren. Zij spreken ook, zij horen nu ook. Maar toch is er blijkbaar iets in die partij dat niet meer werkt, waardoor we niet vooruit geraken. Uh-huh. En dan denk ik, ja, waar is die moed nog? Waar is de wil om er echt iets van te maken, dat het echt niet meer gaat om u, maar om iemand anders? En als je het zelf niet kan, ja, stap dan op en laat iemand anders het doen. Get a seat at the table. Ik ben het even uit het hoofd kwijt, maar ik denk dat rond de 17e november is, zijn we 541 dagen. Ik weet wel dat de regering Wilmes officieel de telling heeft gestopt, maar dat is geen volwaardige regering, dus we zijn nog niet aan het record van 2010, want ook voor een verkiezing heb je een meerderheid nodig. Mm-hmm. En dat wil ik nog wel eens zien gebeuren, dat die er is in september. En dus heb je nu zelfs de houding van Open VLD, MR en CD&V, die zeggen, ja, wij zitten in de regering en wij blijven gewoon zitten. Hè. Ja. Deze regering Wilmes gaat dus noods tot 2024. Manifesteren kunnen we als burger niet doen in deze coronatijden, maar wat kunnen burgers doen? Niemand wordt hier vrolijk van, hè? Nee, zij ook zelf niet. Ik denk dat wat burgers kunnen doen is massaal en herhaaldelijk op een coronabestendige manier een ongenoegen laten blijken, dag na dag. Ik denk dat er bijvoorbeeld dingen te verzinnen zijn waarbij men graag geen oproep of actie of organisatie... Nee, maar dat burgers zoals steunbetuigingen voor de zorgverstrekkers, kan je ook geciviliseerde awoe-betuigingen ten aanzien van de politici. Maar nogmaals, Alex, ik zou echt willen vermijden om een soort van populistische, antipolitieke scène terecht te komen. Nee. Want die individuen die daar nu op het speelveld staan, ik kan hen totaal geen kwade wil toedichten. Het is niet dat er daar een aantal tussen zitten die zeggen, laat ons de boel massaal verrotten.
We willen onze verantwoordelijkheid niet nemen. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk hoe de kaarten liggen. Maar zoals u zei, ja, 1 of 2, 3 mensen moeten gewoon het lef hebben om een partij op sleeptouw te nemen in plaats van zich te laten voortslepen door hun partij en de sprong te wagen. En lukt het, des te beter. Mislukt het, dan heeft men geprobeerd, dan kan je iets anders proberen. Maar het compleet niks doen, wat we nu al meer dan een jaar doen, dat is van een ongelooflijke tristesse. Ja, en zo, u protesteert door uw columns te schrijven. Of u laat u ongenoegen blijken? Ik probeer toch nu vooral te analyseren, want met onderzoek moet je ook spaarzaam zijn. Dat slijt ook. Ja, en dan haalt het ook niet meer uit. We gaan kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Yes, we can! Deze 8e juni is een dag waar veel mensen naar uitgekeken hebben. It's very exciting. It's exciting. We mogen weer op café en op restaurant. Dat doet echt. Today is the culmination of a long journey. But let's be honest, it's been a hard week. Here in the middle of a global crisis, a racial pandemic. There is also much to be celebrated. I did a little dance. Definitely not. I showed Niamh. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. Veel plezier, hè, man. Tot vanavond. Tot vanavond. Op naar school. Op naar school, eindelijk. You are at the brink of a huge world shift. Look how far you've come. And how much you contribute. Keep pushing. Forget the fear. Forget the doubt. Keep investing and keep betting on yourself. I see you. You're unstoppable. Ja. Louis van Dievel, ooit onze collega op de nieuwsdienst, intussen al enkele jaren met pensioen en auteur van al verschillende boeken. Dit is zijn nieuwe boek. Even aan de camera tonen. De dokter is uw kameraad niet. Dus, dokter in kwestie Jan van Duppen, oudste broer van Dirk van Duppen, die eigenlijk nog op deze stoel zat eind vorig jaar. Dokter van Geneeskunde voor het Volk, die dan begin dit jaar overleden is. In je boek noem je Jan van Duppen Gust van Mol. Ja. Maar je zegt er wel bij dat hij de broer is van de Kiwi-dokter. Ja. 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 Dat is een beetje een rare manier. Ik weet ook wel dat dat een beetje wringt, maar dus de afspraak tussen Jan van Duppen, die de eigenlijke hoofdpersoon is van het boek, is dat we hem Gust van Mol zouden noemen. En Gust van Mol, dat was zijn schuilnaam bij Amada. Bij Amada was er zo'n soort instant vrees voor de infiltratie van de staatsveiligheid. En iedereen moest een schuilnaam hebben. En ze spraken elkaar daar ook mee aan. Amada, voor de jonge kijkers, alle macht aan de arbeiders. Alle macht aan de arbeiders, ja. Voorloper van hardcore Maoïsten. Ja, van de Partij van de Arbeid. Maoïsten. En jij was trotskist in jouw tijd. Ik ben 4 jaar bij de trotskisten geweest. Ja, wat was het grootste meningsverschil tussen de Maoïsten en de trotskisten? Het grootste meningsverschil was dat wij iets democratischer van... We waren helemaal geen Stalinisten, wij waren geen Maoïsten. En wij zaten ook veel liever op café dan 's morgens vroeg op te staan en aan de fabriek te gaan staan. Ja. Waarom wou je een boek schrijven over Jan van Duppen, alias Gust van Mol? Ja. Ik ken hem al lang, van in 1980, denk ik. En ik heb hem altijd gevolgd. Ik weet dat hij in de tijd een hardcore en echt een onversneden... Amadees was, hè. Ja. Zo. En dan is hij eruit gegaan, half uitgeschopt, half uitgegaan. Is voor dokter gaan studeren, zoals zijn broer. Is bij de SPA terechtgekomen. Is zelfs 1 periode verkozen geweest in het Vlaams parlement voor de SPA. Is daar zeer ontgoocheld ook weer weggegaan. Heeft daar een soort haat aan de Sociaaldemocraten aan overgehouden. Is naar Rotterdam gevlucht, zegt hij zelf. Mm-hmm. Asiel daar gezocht. En is daar 10 jaar dokter geweest in een achterstandswijk. Wat een eufemisme is voor een achterbuurt. En heeft daar kennis gemaakt met de ideeën van Dalrymple. De beroemde Dalrymple. Inspiratiebron voor veel mensen. Inspiratiebron voor velen. En dat, ik mag dat niet zeggen, want dan wordt Jan altijd boos als ik zeg dat Dalrymple zijn nieuwe guru is. Want dat is niet waar. Maar hij heeft daar ontdekt, zegt hij, dat alles wat hij ooit dacht
al zijn meningen over solidariteit en goed doen enzovoorts. En dat dat allemaal flauwekul was. En Dalrymple heeft hem geleerd dat wij goed doen voor de andere mensen, niet om goed te doen voor die mensen, maar om onszelf goed te voelen. Om onszelf goed te voelen, ja. Maar ja. Ik wil nog even terug. We hebben inderdaad beeld in ons archief van de laatste dag van Jan van Duppen in het Vlaams parlement. Een fragment uit Villa Politica uit 2014. Bij mij staat Jan van Duppen. U bent vandaag Vlaams parlementslid, maar het is de laatste dag, want u wil niet meer op de lijst bij de SPA. Wat is er aan de hand? Ik heb mijn plaats afgestaan omdat ik vind dat binnen de partij te weinig kritiek mogelijk is en dat de voorzitter en de populistische strategie die men volgt niet toelaat dat daar kritiek op gegeven wordt. Ja, u zegt dat de SPA is populistisch. Ze praten de mensen naar de mond. Wat hadden ze dan moeten vertellen als boodschap? Ik vind dat je als socialisten en als sociaaldemocraten ervoor gaat om een inhoudelijk verhaal te brengen dat niet alleen de mensen napraat, maar dat fundamentele oplossingen biedt voor fundamentele problemen, tewerkstelling, economie, zorg, gezondheid. U stopt er dus mee. Hebt u nog een raadgeving voor de mensen die hier na u het parlement gaan bevolken? Absoluut. Ik heb een heel mooi gedicht van Dante uit de Divina Commedia, want dat is hier de goddelijke komedie. Wanneer Dante met Virgilius aan de poort van de hel staat, dan leest hij de titel: door mij komt men in de stad van Leiden, door mij komt men in de eeuwige pijn, door mij komt men bij de verloren mensheid. En tot slot, er is geen hoop voor wie hier binnentreden. Ja, een verbitterde Jan van Duppen over de SPA en het parlementaire werk. Ik moet even iets rechtzetten. Het was 2004 en niet 2014. Ja, het gaat over uw job, hè? De goddelijke komedie, geen hoop voor wie hier binnentreedt. Ik hoop van wel. Ja, u gelooft er nog in. Tuurlijk, ja. Dat zou ik het niet doen. Ja. De kritiek op Stevaart, indertijd? Ja, ik heb toen veel met Jan gemeld, toen vooral. Omdat ik had die Stevaart-jaren, ik heb ooit eens een stuk geschreven in de krant met als titel Stevaart is een gevaar voor de SPA, toen hij nog niet op het hoogtepunt van zijn macht en populariteit stond. En toen heb ik met Jan daar ook heel veel over geschreven en gesproken ook. Dat is een bijzonder intelligent en extreem erudite man. Dus was een terechte kritiek van Jan? Het is niet omdat Jan en ik het zeggen dat het daarom juist is, maar we vonden elkaar wel in de kritiek op de lijn van de partij toen. Ja. We leven terug naar zijn eerste grote liefde, Partij van de Arbeid. Ja, AMDA, hij is daar zeer ver... Ja, de AMDA toen. Hij is daar zeer ver in gegaan, hè? Ja. Hij was een arbeider geweest. Ja. Hij heeft alles gedaan voor de partij. De partij was alles, zijn leven voor die partij. Hè. Dat was een soort van secte. Hè. Dat was de partij bepaalde wat je deed van 's morgens tot 's avonds. En je moest je ook de hele verantwoorden. Je moest lijstjes invullen om te zeggen wat je die dag voor de partij had gedaan. Ja. En hij heeft het zelfs tot een soort middenkader geschopt. Hij is in de fabriek gaan werken. Hij heeft zijn eigen gezondheid op het spel gezet in een asbestfabriek, mm-hmm. In de koolmijn van Beringen en zo. Maar dan is er eigenlijk met de kennismaking met de confrontatie met de realiteit. Hij zag dat die arbeiders vaak dat die helemaal niet geïnteresseerd waren in de klassenstrijd, dat die het goed hadden, dat die het best vonden zoals het was. He, dat die een goed leven hadden en zo. Dus ja. Mijn werken verdiende veel meer dan Jan van Duppen, een deel moest afstaan aan de partij. Wat heeft hem het geloof in de partij doen verliezen, in de Partij van de Arbeid? De confrontatie met de realiteit in de fabrieken ook. En dan een studiereis eerst naar Albanië, wat een soort kolderreis was. En daarna een grote reis naar China met de redactie van het Partij Weekblad. En daar zijn hun ogen open gegaan. Elke avond kwamen die mensen, die Belgische delegatie in China, kwamen elke avond samen om te overleggen wat hebben we nu gezien dat socialistisch is. En ze vonden nooit, elke avond was het weer een ontgoocheling, we hebben niets gezien dat ook maar iets met socialisme te maken heeft. En Jan heeft daar zijn mond niet over gehouden in de partij en dat is hem zeer kwalijk genomen. En toen is het begonnen, moest hij zelf kritiek leveren, maar Jan kennende... Jan is altijd een dwarsligger geweest. Altijd, ja, je moet Jan nooit vertellen wat hij moet doen. Dus het is een soort woordenstrijd geweest met de partij. En dan heeft hij gezegd, ik stap eruit. Mm-hmm. Maar dat is wel moeilijk. Het is moeilijk om uit een secte te stappen, omdat je daar nog met 1000 draden aan blijft vasthangen. Mm-hmm. In het boek heb ik een getuigenis gepubliceerd van een ander partijlid die zei, ja, maar ik ben zo lang bij de partij gebleven omdat ik niemand anders ken buiten de partij. Ik kende niemand anders. Ja. En ik was bang om als een soort loser bekend te staan. Het waren zijn vrienden ook, zijn kameraden. Ja. Is de partij nog steeds een secte? Of is er een... De Partij van de Arbeid? Ja.
Ik zou ze niet meer vergelijken met de hoogdagen van Annema dan. Het is natuurlijk een heel sterk groepsgevoel dat binnen die partij leeft. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de afdrachten die verkozenen ten aanzien van de partij moeten doen. Er is ook een heel gestructureerde ledenwerving. Deel van hun inkomen. Ja, deel van hun inkomen afstaan aan de partij. Dus de partij is wel strakker georganiseerd dan je zou denken. Hè. Want je associeert dat met basisdemocratisch, vrij democratisch werking. Dat is vaak minder het geval. Maar een secte zou ik zelfs niet noemen. Ja. Ja. Maar veel van die oud-strijders uit de jaren 70 zijn nog altijd lid van die partij, hebben nog altijd kaderfuncties. Hè? Zijn broer is ook lid gebleven van de partij, altijd, Dirk van der Heeft de op een zeker moment, staat in het boek, heeft getwijfeld, stond op het punt om eruit te gaan. Maar dat is er dan niet van gekomen. Hij is erbij gebleven, wegens s'nachts buiten dan kouder. Kouder dan buiten, zeggen ze. Ja. Bang om eruit te gaan, om niets meer over te hebben. Nu, het spreekwoord is het niet, maar men zegt wie op zijn 20ste niet links is, heeft geen hart. Wie op zijn 40ste nog links is, heeft geen verstand. Ja, dan heb ik geen verstand natuurlijk. Hè. ik ben een partijloze sociaaldemocraat geworden van Trotskist, maar mijn hart draagt nog altijd links. En daarin verschil ik met Jan en we maken daar ook geen geheim van. Is Jan echt rechts geworden? Jan is stevig rechts geworden. Niet extreem rechts, maar wel steviger. Hij noemt dat zelf conservatief. En hij zegt zelf ook, ik ben niet veranderd. De linkse zijn veranderd, maar zoals Urbanus die zegt dat ook altijd. Van, ik ben niet veranderd, ik ben nog altijd links, maar de partij is veranderd. Ja. Maar nee, ja. Hij is wel stevig opgeschoven naar rechts. Ja. Is Jan van Duppen zelf tevreden met het boek? Want hij zei ons, ik heb Louis 80% van mijn archief gegeven en hij heeft er 20% van gebruikt. Ja, uiteraard. Ik heb duizenden pagina's documenten doorploegd, heel geduldig en zo. En ik heb hem honderden vragen gesteld en ik heb uren met hem gepraat. En, zo. En daarop heb ik een verhaal gedistilleerd. Hè? En ik heb hem dat ook wel voorgelegd, want dat was de conditie. En in het boek staat wel geen enkel woord dat Jan niet heeft goedgekeurd. Ah, hij heeft alles gelezen. Ja, dat was de afspraak. Dat was de afspraak tussen ons. Ja. Als jij zegt van nee, Dat is niet waar, dat wil ik niet, dan doe ik het niet. Ja. Maar als er nu echt veel... als je zou gezegd hebben, dat mag er niet in, en dat mag er niet in, en dat mag er niet in, dan had ik het boek ook niet gepubliceerd. Nee. Dus we hebben een compromis, we hebben een compromis gevonden. En het moeilijkste was om het vertrouwen van Jan te winnen. Ik moest hem ervan overtuigen dat ik geen slechte bedoelingen had, dat het niet mijn bedoeling was om hem slecht af te schilderen, dat ik geen dubbele agenda heb. Sommige mensen worden met een dubbele agenda geboren, maar ik heb zoiets niet. Ik ben zo'n hele simpele, naïeve goedmens. Jan stond voor een generatie voor jou. Stond voor een generatie. Tientallen militanten van Amara in de tijd. Tientallen, vele tientallen. Zijn daar jaren in meegestapt. Zijn er dan ofwel uitgegooid, ofwel zijn er zelf uitgestapt. En soms is dat goed gegaan, zonder problemen gegaan. Anderen hebben daarmee geworsteld, zoals Jan daar jaren mee geworsteld heeft. Is de Partij van de Arbeid blij met het boek? Nou, daar twijfel ik eerlijk gezegd een beetje aan. Wel reacties gekregen. Ja, ik heb er toch wel reacties al op gekregen, ja. Blij of niet blij? Niet blij, nee. Niet blij. Nee. Ik heb wel telefoontjes gehad van mensen die in het boek genoemd zijn. Louis, wanneer schrijf je eigen biografie? Daar valt niet veel over te vertellen. Ik dacht dat ik een niet alledaags en toch wel boeiend leven had geleid. Maar toen ik het boek over Jan had geschreven, dan dacht ik, nee, dat kan dat niet meer doen. Want dat is flauwekul. Ja. De dokter is uw kameraad niet van Louis van Dievel. Dankjewel. Dankjewel ook, Siamil Kabakibi. En dankjewel, Karel de Vos. U thuis, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot morgen.